Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 408. De vorige keer hebben hoofdstuk 16 en 17 uit twee koningen gelezen. In Juda regeerde de goddeloze koning Agas. In Israël was de situatie nog erger. Het geduld van de heren met hen was op. Ze hadden alles gedaan wat ze niet moesten doen. Ze hadden alle goden vereerd, behalve de heren die hen gered had. De koning van Assyrië komt en voert Israël in ballingschap. Het lijkt een politieke kwestie... Maar de Bijbel laat zien dat achter de schermen van de wereldpolitiek en gebeurtenissen God de touwtjes in handen heeft. Hij leidt de gebeurtenissen zoals hij het wil. Als het volk Israël in ballingschap is weggevoerd, laat de koning van Assyrië mensen uit verschillende andere volken in Israël wonen. Zij worden later Samaritanen genoemd. Deze bevolkingsgroep heeft in Israël altijd een aparte plaats ingenomen. In het Nieuwe Testament lezen we daar nog over. Zij werden niet geaccepteerd door de Joden. Men reisde zelfs niet door hun gebied. Maar Jezus wel. Hij nam de tijd voor een Samaritaanse vrouw in nood. Ook de gelijkenis van de barhartige Samaritaan is heel bekend. De Heer Jezus wil hen de boodschap van Gods redding brengen. Hij laat niemand links liggen. In de tijd van de koningen namen de nieuwe bewoners van Samaria hun eigen afgoden en rituelen mee. In Gods ogen was het een gruwel. Men had niet alleen afgodsbeelden, maar sommigen offerden zelfs hun kinderen aan de afgoden. Een Joodse priesters kwam bij hen wonen om hen te leren hoe de Heer gediend wilde worden. Maar het eerste en belangrijkste gebod werd niet uitgevoerd. God had allereerst gezegd dat Hij de enige en ware God is. De Samaritanen vereerden de Heer wel, maar bleven ook hun eigen afgoden dienen. Van radicale toewijding was geen sprake. Het is iets wat in deze tijd ook veel voorkomt. Nadat het Tienstammenrijk is weggevoerd door de Assyriërs, breekt er een periode aan waarin alleen het Tweestammenrijk Juda nog door een koning wordt geregeerd. De aandacht van het Bijbelboek Twee Koningen richt zich in de komende hoofdstukken dan ook uitsluitend op het kleine koninkrijk Juda. De beschrijving van de geschiedenis over deze periode betreft ongeveer 135 jaar. Van 722 tot 586 voor Christus. In de komende hoofdstukken wordt aan twee godvrezende koningen uitgebreid aandacht besteed. Hiskia en Josia. Maar er komen ook slechte koningen aan de macht. Het verval in godsdienstig opzicht gaat door en daardoor wordt ook de ondergang van Juda onvermijdelijk. De geschiedenis van koning Hiskia vinden we niet alleen in twee koningen, maar ook in twee chronieken en in het Bijbelboek Jezaja. In Jezaja 36 tot en met 39 staat grotendeels dezelfde informatie, al is daar Hiskia's danklied na het herstel van zijn ziekte toegevoegd. In het boek Chronieken ligt de nadruk op de godzienstige reformatie, het herstel van de tempel en de viering van het Pascha. In de eerste versen staat een korte typering van de regering van Hiskia. Alle nadruk valt daarna op de belegering van Jeruzalem door de Assyriërs en de wonderlijke verlossing in het 18e regeringsjaar van Hiskia. Tot slot komen ziekte en genezing van de koning aan de orde en het bezoek van een gezantschap uit Babel. Het Boek Twee Koningen concentreert zich hiermee alleen op enkele gebeurtenissen uit de regeringstijd van Hiskia. Voor de mensen in de tijd van de Babylonische ballingschap komen hiermee centrale thema's aan de orde: zoals vertrouwen op de Heren, zijn ingrijpen, maar ook de gevreesde wegvoering. In Twee Koningen 17 hebben we gelezen dat het Noordelijke Koninkrijk, het Tienstammenrijk Israël, is weggevoerd naar Assyrië. De Heren heeft dat, kort gezegd, om drie redenen gedaan: namelijk om de ongehoorzaamheid van Israël, hun twijfelen aan de Heer en hun verzet tegen hem. In diezelfde tijd regeerde er over het twee-stammenrijk Juda een bijzondere koning. 2 Koningen 18 versen 1 tot en met 3 Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Achas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abbi, de dochter van Zachariah. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Zoals gebruikelijk wordt de moeder van de koning van Judah genoemd. Zij heet Abbi, dat betekent mijn vader. Waarschijnlijk heeft Abbi een gunstiger invloed op Hiskia's godsdienstige opvoeding gehad dan zijn vader Achas. Hiskia is een koning naar wie de Heer met vreugde kijkt en die hem herinnert aan David, de man naar zijn hart. 2 koningen 18 vers 4. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustan. De eerste regeringsdaden die van Hiskia worden genoteerd zijn dingen die met afgoderij te maken hebben. Hij neemt weg en verwoest wat het hart van het volk in beslag had genomen. En waardoor de Heer werd vergeten en veracht. Daar hoort ook de koperen slang bij. De koperen slang was nogthans een zegen geweest. Het was een door God gegeven middel, waaraan voor elk lid van het volk dat door een giftige slang was gebeten, genezing verbonden was. Dat wil niet zeggen dat de koperen slang genezing gaf. Iemand werd alleen genezen als hij in gehoorzaamheid aan wat God had gezegd naar de slang keek. Iemand keek dus alleen als hij geloofde in wat God had gezegd. De koperen slang werd echter een voorwerp van aanbidding en niet God, alsof de koperen slang dat stuk metaal de redding had gegeven. Bovendien werd de slang in Canaan vaak vereerd als godin en als vruchtbaarheidssymbool. Vanwege dergelijke associaties is het begrijpelijk dat Hiskia het belangrijke voorwerp uit de tijd van Mozes vernietigde. Het begin van de verering van de koperen slang is niet aangegeven. Sommige uitleggers zien de vernietiging van de Nehustan als het wegdoen van een Egyptisch symbool, om loyaliteit aan Assyrië te tonen. Maar de opsomming in vers 4 wijst in een andere richting en wel naar de zuiverheid van de dienst aan de Heer. De koperen slang is een verwijzing naar Christus. Het Nieuwe Testament zet ons op dat spoor. Jezus zegt in Johannes 3, versen 14 en 15: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De koperen slang was een symbool van Christus en werd in hem vervuld. En ieder die zijn of haar vertrouwen op Christus stelt, zal behouden worden. Net als een Israëliet in de woestijn die door een slang was gebeten, gezond werd als hij of zij omhoog keek naar de slang die Mozes had gemaakt. Maar de slang die Mozes maakte was nooit bedoeld om te vereren of er wier ook voor te verbranden als bij een ruikoffer. Een voorwerp kan soms helpen om ergens de aandacht op te richten, maar mag in zichzelf geen voorwerp van verering zijn, want dan wordt het een afgodsbeeld. 2 Koningen 18, versen 5 en 6 Hij vertrouwde op de Heer, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heer. Hij week er niet van af hem na te volgen, en hij nam zijn geboden in acht die de Heer Mozes geboden had. Een van de woorden die Hiskia typeren is vertrouwen, een sleutelwoord in 2 Koningen 18. In zijn vertrouwen op de Heere, de God van Israël, heeft Hiskia niemand die aan hem gelijk is, onder al de koningen van Juda. Onder alle koningen van Juda wordt David niet meegerekend, want hij was koning voor de splitsing. Met het vertrouwen van Hiskia wordt een zich toevertrouwen aan de Heere, de God van Israël, bedoeld. Op grond van het verbond mag Hiskia ook vertrouwen op de hulp en bescherming van de Heer. Bij koning Jozia zal een soortgelijke uitdrukking gebruikt worden: om aan te geven dat niemand zich zo tot de Heer had gekeerd en alle wetten van Mozes gehoorzaamde. De uitdrukking bij Jozia bedoelt bijna hetzelfde, maar bij Hiskia ligt het accent op zijn vertrouwen op de Heer. 2 Koningen 18, versen 7 tot en met 10: De Heer was met hem. Overal waarheen hij uittrok handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het die de Filistijnen versloeg, tot Gaza toe, en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hiskia, dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmanezer, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Zij namen het naverloop van drie jaar in. In het zesde jaar van Hiskia. Het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. Terwijl zijn vader Achas de Assyriërs om hulp vroeg, verbreekt Hiskia de relatie. Koning Hosea van Israël deed dit ook, maar dat had desastreuze gevolgen. De informatie over nabijheid en politieke zelfstandigheid moet niet in twee afzonderlijke zaken gesplitst worden, maar vormt een eenheid. De Heer helpt in de opstand tegen Assyrië. Daarbij is het denkbaar dat Hiskia niet alleen politiek onafhankelijk wilde zijn, maar dat zijn verzet ook godsdienstig gemotiveerd was. De Assyriërs waren buitengewoon vreed en maakten uitzonderlijk veel slachtoffers. Het rijk vormde de belichaming van het kwade en dat kwade moest weggedaan worden. Bovendien was het gevolg van het verbreken van zijn contacten met de koning van Assyrië dat hij de Filistijnen versloeg. De Filistijnen waren bondgenoten van Assyrië en betekenden een grote bedreiging voor Israël. Vanwege hun claim op het land. 2 Koningen 18, versen 11 en 12. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Halach en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden van Medië, omdat zij de stem van de Heer hun God niet gehoorzaam waren geweest, maar zijn verbond hadden overtreden. Zij hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van de Heer, geboden had en hadden dat niet gedaan. Voordat er verder ingegaan wordt op koning Hiskia, komt eerst de wegvoering van het Tienstammenrijk nog even aan de orde. Het is een indringende samenvatting van wat in 2 Koningen 17 beschreven staat en vormt de achtergrond voor het vervolg. Zal Jeruzalem hetzelfde overkomen als Samaria? 2 Koningen 18 versen 13 tot en met 16 In het veertiende jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Toen stuurde Hiskia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachis. Ik heb gezondigd, keer van mij af. Wat u mij zult opleggen, zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië Hiskia, de koning van Juda, 300 talent zilver en 30 talent goud op. Hiskia gaf al het zilver dat in het huis van de heren gevonden werd en in de schatkamers van het huis van de koning. In die tijd sneed Hiskia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van de heren. Hiskia de koning van Juda had hij met goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. In het veertiende jaar van de regering van koning Hiskia belegerde koning Sanherib van Assyrië de versterkte steden van Juda en nam die één voor één in. Koning Hiskia smeekte om vrede en stuurde een boodschap naar Lachis. De koning van Assyrië eiste een bedrag van ongeveer 9000 kilo zilver en 900 kilo goud. Koning Hiskia moest al het zilver in de tempel en de schatkamers van het paleis bijeenhalen om aan de zware eis te kunnen voldoen. Hij nam zelfs het goud waarmee hij de tempeldeuren en de deurposten had laten overtrekken. Hiermee begint de zeer uitgebreide beschrijving van een ingrijpende gebeurtenis, de belegering van Jeruzalem, maar ook de wonderlijke uitredding. Een bijbelgedeelte van 62 versen is eraan gewijd. Van 2 Koningen 18 vers 13 tot en met 2 Koningen 19 vers 37. Vanuit Assyrische bronnen weten wij dat deze campagne plaatsvond in 701 voor Christus. Sanherib nam volgens zijn eigen verslag 46 steden van Juda in. Uit vers 17 en 2 koningen 19, vers 8 blijkt dat op dit moment Jeruzalem, Lachis en Libna nog niet in handen van Sanherib zijn. Vermoedelijk hebben de activiteiten in Isaiah 22 ook betrekking op deze periode. Hiskia was in opstand gekomen en probeert nu door onderhandelingen de dreiging af te wenden. De versen 14 tot en met 16 worden in Jesaja 36 en 2 Kronieken 32 weggelaten. 2 Koningen 17, versen 16 tot en met 19. Maar de koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant van Lagis naar Jeruzalem naar koning Hiskia met een sterke legermacht. Zij trokken op en kwamen naar Jeruzalem. Nadat zij opgetrokken en daar aangekomen waren, stelden zij zich op bij de waterloop van de bovenvijver op de hoofdweg naar het blekersveld. Toen zij om de koning riepen, ging Eliakim, jakim de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit naar hen toe, met Sebna de schrijver, en Joach, de zoon van Asaf, de kanselier. Daarop zei de commandant tegen hen: Zeg toch tegen Giskia: dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? Het is duidelijk dat de enorme schatting die Hiskia aan de koning van Assyrië heeft gegeven, niets heeft geholpen. De koning van Assyrië gaat door met beroven. Hij verbreekt het verbond dat Hiskia met hem heeft gesloten. Hij stuurt hoge functionarissen met een sterke legermacht naar Jeruzalem. Hiskia stuurt een afvaardiging om te horen wat de mannen van Assyrië willen. Het zal een eenzijdig gesprek worden. De commandant begint aan een indrukwekkende reden. Daarin is veel wat waar is, maar er is ook veel leugen. Alles wat hij zegt is bedoeld om Hiskia en de mannen van Juda bang te maken. Hij begint met het voorstellen van de koning van Assyrië als de grote koning. Twee koningen 18, versen 20 en 21 U zegt, maar het is leppentaal. Er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen? Dat u tegen mij in opstand komt. Nu, zie, u vertrouwt voor uzelf op die geknakte rietstaf, op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort die. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. Deze vraag is een indringende en terechte vraag. Hiskia moet uit de mond van een heiden horen dat zijn vertrouwen niet op de heer, maar op een aardse koning gesteld is. Dit is een juiste en treurige constatering. Egypte is niet om op te steunen, want ook de Heere zelf vergelijkt Egypte met een geknakt riet. 2 Koningen 18, vers 22 En als u tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogten en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar in Jeruzalem moet u zich neerbuigen? De Egyptische farao is het toppunt van onbetrouwbaarheid. De tweede mogelijkheid is om op de heren te vertrouwen. Maar de opperbevelhebber kleneert de heren, de God van Israël. Hiskia heeft dan wel de hoogten weggenomen, maar wat heeft dat opgeleverd? Heeft dat aan het volk enig goed gebracht? Zijn ze daar dankbaar voor? De commandant probeert twee te zaaien tussen Hiskia en het volk. Want het volk hoort alles wat de commandant zegt. 2 Koningen 18 vers 23 Wel nu, ga toch een weddenschap aan met mijn heer. De koning van Assyrië. Ik geef u 2000 paarden als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. De koning van Assyrië is bereid 2000 paarden te geven als Hiskia daarvoor de geoefende ruiters heeft. Uiteraard heeft Hiskia wel 2000 soldaten, maar geen ruiters die gewend zijn te vechten met strijdwagens. Het rijden op paarden was in die tijd niet zo gebruikelijk. Koning Salomo had grotere aantallen paarden en wagens, wat trouwens inging tegen Deuteronomium 17. Uit 2 kronieken 32 blijkt dat Hiskia vooral defensief te werk ging. Voor Israël geldt dat vertrouwen op de Heer meer waard is dan het vertrouwen op paarden en wagens. Hiermee beschermt en minacht de opperbevelhebber de militaire kracht van Juda. 2 Koningen 18, versen 24 en 25. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd, van de geringste dienaren van mijn Heer? U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte. Vanwege zijn strijdwagens en vanwege zijn ruiters. Nu dan, ben ik buiten de wil van de Heer tegen deze plaats opgetrokken om die te gronden te richten? De Heer heeft tegen mij gezegd: Trek op tegen dit land en richt het te gronden. Dan volgt er nog een vierde argument. De opperbevelhebber van Assyrië beweert dat de Heer hen de opdracht heeft gegeven het land Juda te verwoesten. 2 Koningen 18, versen 26 en 27. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Hilkia, Sabna en Joach tegen de commandant: Spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek met ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei tegen hen: Heeft mijn Heer mij alleen naar uw heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken? vermoedelijk maakten de woorden van de opperbevelhebber indruk op het volk en daarom verzoeken de afgevaardigden dat er voortaan Aramees gesproken wordt. Aramees werd veel gebruikt in de diplomatie. In de tijd van de Persen werd het de officiële taal van het Persische Rijk. Maar de opperbevelhebber wilde het Joodse volk ontmoedigen en daarom sprak hij in het Gebreus. 2 Koningen 18, versen 28 tot en met 32 En de commandant staalde zich op riep met luide stemmen het Judees... en hij sprak en zei... Luister naar de woorden van de grote koning... de koning van Assyrië. Dit zegt de koning... Laat Hiskia u niet bedriegen... want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heer door te zeggen... de Here zal ons zeker redden... en deze stad zal niet gegeven worden... in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hiskia... want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u aan mij over... Kom de stad uit, naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok, en ieder van zijn eigen vijgenboom, en ieder water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land: een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honing. Dan zult u leven en niet sterven. Luister niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen: De Heere zal ons redden. De opperbevelhebber roept op om niet naar Hiskia te luisteren. Volgens hem kan de Heere Jeruzalem niet redden. Er is wel een alternatief. Overgave aan de koning van Assyrië. Dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok en vijgenboom en het water van zijn put mogen drinken. Dat is wel tijdelijk, want daarna volgt een wegvoering naar een land dat dezelfde eigenschappen heeft als Kanaan. Een land met grote oogsten, koren, wijn, olijfbomen en honing. In dat geval zullen de inwoners leven en niet sterven. Maar luister niet naar Hiskia, want hij misleidt door te zeggen dat de Heer zal redden. De opperbevelhebber gaat dit standpunt onderbouwen door te verwijzen naar andere goden die hun land niet konden redden uit de macht van de koning van Assur. 2 Koningen 18, versen 33 tot en met 35. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim, Hena en Eva? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere dan wel Jeruzalem uit mijn hand redden? Wat hij hier zegt is juist, maar hij begaat de dwaasheid de Heer tot een afgod te verlagen. De Heer is voor hem slechts als één van de afgoden van de andere landen. Twee koningen 18, versen 36 en 37. Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord. Want het gebod van de koning was dit: U mag hem niet antwoorden. Toen kwam Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna, de schrijver, en Joach, de zoon van Asaf, de kanselier, in gescheurde kleren naar Hiskia toe. Zij vertelden hem de woorden van de commandant. De opperbevelhebber probeert het vertrouwen in de koning en de heren te ondermijnen. Maar de opperbevelhebber begaat in zijn arrogantie een ernstige vergissing. Het volk heeft alles gehoord, maar geeft geen antwoord, want op bevel van Hiskia moet het zwijgen. De drie afgevaardigden gaan met gescheurde kleren naar Hiskia en rapporteren hem de woorden van de opperbevelhebber. Ik ben benieuwd hoe koning Hiskia zal reageren. Dat zullen we lezen in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.